Hallo beste kijkers. In dit filmpje gaan we nog eens kijken naar de geslachtschromosomen die we hebben en de gewone chromosomen. Geslachtschromosomen en gewone chromosomen doen wel ongeveer hetzelfde, maar geslachtschromosomen die heten geslachtschromosomen omdat die bij mensen en veel andere dieren bepalen welk geslacht zo'n organisme krijgt. Vandaar geslachtschromosomen. In een karyogram zie je die bij een menselijk karyogram als XX of X en Y aangeduid. En die andere chromosomen, die dan autosomen heten, die krijgen dan gewoon een nummer. En bij de mens is dat dan 1 tot en met 22. 23ste paar zijn dan de geslachtschromosomen. Zo hebben we dus 23 paar chromosomen. Dus 46 chromosomen per normale menselijke cel. De chromosomen gingen ook nog een keer verdeeld worden als we aan celdeling gingen doen. Dus dat gaan we nog heel even herhalen. Chromosomen die waren verdubbeld voorafgaand aan een celdeling. Als je nou gewoon een nieuwe cel nodig hebt, je moet groeien of er is een cel dood gegaan, je moet een cel vervangen, dan gaat een moedercel delen in twee dochtercellen. En als het gaat volgens de mitose, zijn die dochtercellen gewoon hetzelfde als die moedercel qua chromosomen. Dezelfde chromosomen zitten erin. Alle cellen houden hetzelfde genotype. Of je nou een bevruchte eicel bent of 100 jaar, de chromosomen in die cellen van die persoon zijn hetzelfde qua genotype. En dat betekent dus dat mitose door heel je lichaam plaatsvindt. Je hele lichaam is erdoor gevormd. Alle organen, ook natuurlijk geslachtsorganen. Maar in die geslachtsorganen vindt dan een hele bijzondere celdeling plaats. Want in die geslachtsorganen worden geslachtscellen, oftewel gameten, gevormd. Daar zit dan maar van elk chromosoom er eentje in. Hoe dat verdeeld wordt is afhankelijk van het toeval. Dus dat betekent dat de geslachtscellen ook allemaal een ander genotype hebben. Want chromosoom 1 van opa kan erin gekomen zijn, maar ook chromosoom 1 van een andere oma of zo. Dus daar zitten verschillen in. Die geslachtscellen hebben allemaal verschillende chromosomen. Want ze hebben er 23 bij mensen. Maar welk exemplaar van chromosoom 1 en welk exemplaar van chromosoom 2, helemaal afhankelijk van het toeval. En zo kan je heel veel verschillende geslachtscellen krijgen. Die meiose vindt alleen maar plaats in geslachtsorganen, dus bij eierstokken en testis, maar hij dient natuurlijk ook alleen maar om geslachtscellen te maken. Dus die organen zelf, die eierstokken en testis, daar vindt natuurlijk ook mitose in plaats. Maar dat zijn gewoon organen, daar zijn cellen nodig om de wanden en allerlei dingen, structuren in die organen te produceren. En al die cellen worden natuurlijk gewoon door mitose gevormd. Nou, wat hebben we dan voor geslachtschromosomen? Hier komen ze eindelijk. We hebben een X-chromosoom en we hebben een Y-chromosoom. Het Y-chromosoom is maar een heel klein dingetje. Er zitten maar weinig genen op. Maar wat belangrijk is op dat Y-chromosoom is dat er een gen op zit. En dat schakelt de productie van testosteron aan. Behalve ongeveer van 0 tot 10 jaar of zo. Dan gebeurt er niet zoveel mee. Maar in het embryo en vanaf de puberteit gaat die zorgen voor veel testosteron in het lichaam. En daar word je een jongetje van, niks aan te doen. Ja? Dus als je helemaal geen Y-chromosomen hebt, ja, dan word je geen jongetje. En dan word je eigenlijk min of meer automatisch een meisje. X-chromosoom is dus typisch voor een meisje. Althans, 2X-chromosomen is typisch voor een meisje. Want een jongen heeft ook een X-chromosoom. Dat moet wel, want er zitten allemaal heel belangrijke genen op dat X-chromosoom. Dus zonder X-chromosoom ben je nergens. Je kan dus aan een karyogram zien of het gaat om een man of een vrouw. Zitten er 2X-chromosomen in, dan hebben we het over een vrouw. Zit er een X en een Y-chromosoom in, dan hebben we het over een man. Er is wel een uitzondering mogelijk, maar daar komen we nog op. Hier zie je die 2 karyogrammen van een man en van een vrouw. Hier links een man met een X-chromosoom wat vrij groot is en het kleine vliebeltje wat een Y-chromosoom is. Dat doet dus qua hoeveelheid genen niet zoveel. Maar daar zit dus dat gen op wat zorgt dat hij een jongetje is geworden. En hier dan een karyogram van een vrouw. 2X-chromosomen en geen Y-chromosoom. Dat Y-chromosoom heb je helemaal niet nodig. Dan word je er een prima vrouw van. En voor die chromosomen 1 tot en met 22 geldt zoiets dus niet dat het tussen mannen en vrouwen verschillend zou zijn of zo. Nee, chromosomen 1 tot en met 22 die zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Maar de verdeling is wel hetzelfde. Er is geen... Bij chromosomen paar 2 gaat het altijd over chromosomen paar 2. En je hebt geen 2X en 2Y of weet ik veel wat voor gekkigheid. Nee, die chromosomen zijn echt allemaal hetzelfde, die autosomen, qua overerving. Maar XX en XY zijn dus bijzonder en zorgen voor die geslachtsbepaling.
Er zijn dus wel afwijkingen mogelijk, uiteraard. Het kan fout gaan bij celdeling, welke celdeling dan ook. En dan kan je rare dingen krijgen. XX, ja, dat is een vrouw en dat kan je geen afwijking noemen. XY is een man, kan je ook net geen afwijking noemen. Hoewel dat eigen zoon wel eigenlijk een raar ding is. Maar goed, je wordt er een jongetje van en daar zijn er toch best veel van. Dus dat mogen we geen afwijking noemen. Dan hebben we ook nog, en dat zei ik net al, dat kan een gekke uitzondering zijn. Stel nou dat dat gen wat op het X-chromosoom hoort te zitten, is overgesprongen naar een Y-chromosoom, of wat op het Y-chromosoom hoort te zitten en zorgt voor die testosteron aanmaak. Als het van het Y-chromosoom is losgebroken en op een X-chromosoom is terechtgekomen, dan kan je een XX hebben, maar wel toch testosteron gaan vormen en dan dus een man worden, maar met heel vrouwelijke kenmerken. En waarbij je dat aan het kariogram helemaal niet kan zien, dat dat eigenlijk een man aan het worden is. Je kan ook gewoon leven als je alleen één X-chromosoom hebt en geen Y. Dat Y-chromosoom heb je tenslotte ook niet echt nodig, want dat hebben vrouwen ook nooit. En één X-chromosoom is genoeg, want een man heeft ook één X-chromosoom. Dan heb je een syndroom van Turner. En daarmee kan je best gezond leven. Maar het is wel prettiger als je bijvoorbeeld in de puberteit hormonen krijgt toegediend. Want dat is beter voor je groei en dergelijke. Maar echt een groot probleem is dit dus niet. Je hebt dan 45 chromosomen. Die paren 1 tot en met 22. Die autosomen heb je gewoon allemaal twee keer. Maar je hebt het dan alleen één X-chromosoom. Alleen een Y en dan niks anders. Dat kan dus niet, want dat X-chromosoom is heel belangrijk. Zonder een X-chromosoom kan een mens niet leven. Dan kom je echt niet door de eerste weken van de zwangerschap al heen. Dus dat is gewoon echt niks. En er zijn er verder ook nog andere mogelijkheden. Je kan XXY hebben. Dan ben je dus wel mannelijk vanwege het Y, maar toch tamelijk vrouwelijk qua vorm. Omdat je twee X-chromosomen hebt en het kan zelfs met 3X en een Y. Dat is natuurlijk nog weer bijzonderer, maar ook zelfs dat kan voorkomen. Dan heb je dus 48 chromosomen als je XXY bent. Allerlei andere afwijkingen met die gewone chromosomen, waarbij je dus 3 keer chromosoom 21 hebt en zo, dat kan natuurlijk ook. Deze afwijkingen hebben echt specifiek, slaan die op de geslachtschromosomen. Nou, met geslachtschromosomen het geslacht bepalen is niet bepaald zeldzaam, maar het kan ook wel anders. Bijvoorbeeld, er zijn vissen waarbij de geslachtsbepaling niet door zo'n chromosoom plaatsvindt, maar waarbij kleintjes gewoon zaadcellen maken, omdat zaadcellen nou helemaal klein zijn. Als je een klein visje bent, kan je er best wel wat maken. Eicellen zijn alweer wat moeilijker, want dan moet je ook eitjes gaan leggen. Dan kan je beter een wat grotere vis zijn. Dus bepaalde vissen doen aan geslachtsverandering bij groei. Niet allemaal hoor, maar die zijn er dus wel. En een heleboel reptielen die doen aan geslachtsbepaling door temperatuur. Als de temperatuur wat bijzonder is, dan worden het mannetjes. En is de temperatuur wat gemiddeld, dan worden het vrouwtjes. Dat kan bijvoorbeeld bij schildpadden op legstranden wel eens een probleem worden. Omdat die stranden normaal gesproken wat warmer worden door klimaatverandering, komen er dan heel veel mannetjes uit die eitjes van die schildpadden. Er worden bijna geen vrouwtjes meer geboren. En dat is voor het voortbestaan van zo'n soort natuurlijk toch wel mogelijk een groot probleem. Vogels hebben ook geslachtschromosomen, maar daar zijn juist de vrouwtjes degene met twee verschillende chromosomen. Een Z en een W worden ze daarbij genoemd. Dus bij vogels is het wel ongeveer op dezelfde manier, maar toch best wel weer heel anders als bij zoogdieren geregeld. Bij de mens is een X-chromosoom, dat is een vrij normaal chromosoom met behoorlijk wat genen erop. Y-chromosoom heeft dus niet veel genen, een stuk of 17. En Y, dat kan dus helemaal niet, want je moet echt een X-chromosoom hebben om überhaupt geboren te kunnen worden. Dat betekent dus ook iets voor eicellen en zaadcellen. Als een vrouw X en nog een X heeft en die gaat dan verdeeld worden over de eicellen, dan kan er in die eicellen natuurlijk alleen maar een X terechtkomen en niks anders voor qua geslachtschromosomen, want het is alleen maar X wat de vrouw in de aanbieding heeft. Dus alle eicellen bevatten een X-chromosoom. Bij de man is dat dan anders, want die heeft dus X en Y. Dus ene zaadcel krijgt X en de andere zaadcel krijgt Y. Dat betekent dus uiteindelijk dat de zaadcel die de bevruchting organiseert, dat die bepaalt wat het geslacht van het kind zal worden. De helft van de zaadcellen hebben een X, andere hebben een Y. En er zit een heel klein verschilletje. Je weet dat de Y-chromosoom is kleiner. Zaadcellen met een Y hebben dus minder chromosomen mee te sleuren naar de eicel toe.
En daarom zijn er waarschijnlijk iets meer bevruchtingen waarbij een jongetje ontstaat. Die zaadcellen hebben het gewoon makkelijker, hebben minder chromosomen mee te zeulen. Je kan daar ook nog mee spelen door te centrifugeren. Lichte zaadcellen zijn gemiddeld vaker met een ei. Zware zaadcellen zijn gemiddeld vaker met een X. Dan kan je zelfs bij een reageerbuisbevruchting nog iets proberen om het geslacht van een kind van tevoren een beetje te beïnvloeden. De kans erop. Het wordt natuurlijk nooit 100 versus 0. Maar je kan wel die kans op een jongetje of juist een meisje veranderen door lichtere of zwaardere zaadcellen te gebruiken. Nou, dit was over de geslachtschromosomen, de X en de Y. En tot de volgende filmpje maar.